Hallo allemaal en welkom bij het Ruikerhuis. Ik ben Chantal en dit is mijn wekelijkse vlog over mijn leven hier op het platteland, met de beestjes en in de natuur. Gezellig dat je weer kijkt. Vandaag is het dinsdag 22 augustus en ik besefte me opeens dat ik echt wel moest gaan opschieten met filmen. Dat het alweer dinsdag was, dat sowieso. Tijd gaat zo snel, maar ook, het is nou 9:30 ongeveer. Nog eventjes, ik begin het al een beetje te zien, dat de zon begint door te breken achter de bomen. En dan begint het hier toch best wel warm en benauwd te worden in huis. Afgelopen week waren de vooruitzichten al dat de temperaturen weer heel erg zouden stijgen. Het leek er zelfs op dat het hier voor het zuidoosten van Brabant een hittegolf zou gaan worden. Dus, hey Lopie. Dus ik ben me meteen al gaan voorbereiden door het dak hier te gaan witten. Het is vandaag woensdag. En over 2 dagen begint er weer een hittegolf. In ieder geval ons deel van Nederland, in het zuidoosten. En ik denk dat het dus slim is om de ramen weer met kassenwit in te smeren. Ik had het al eerder gedaan dit jaar. Maar met al die regen van de afgelopen weken is dat er allemaal weer afgeregend. Ik heb niet zo heel erg veel meer over, dus ik heb het een beetje verdund. Maar beter een dun laagje dan geen laagje. Want echt, de zon, daar is het zuiden, de zon die schijnt er hier op en het wordt zo loeiheet in de serre. En als het heet wordt in de serre, dan trekt die warmte door naar de woonkamer. Je kunt het maar beter tegenhouden. Dus dit zijn alvast de voorbereidingen. Ja, dat scheelt echt. Maar het is uiteindelijk geen hittegolf geworden. Het heeft nog best wel een tijd geduurd voordat de zon echt begon door te breken. Maar nu de afgelopen dagen wel. En het is zo benauwd. Ik werd er gewoon helemaal akelig van. Dus laat ik gewoon maar opschieten. Laat ik eerst hiermee beginnen. Want dat was het leuke van afgelopen week. Dat ik een fotorolletje had gevonden in het oude toestel van mijn moeder. Dat is nog niet klaar. Dat duurt 2 weken. Daar moet ik nog heel even op wachten. Maar ondertussen dacht ik wel op een gegeven moment van, mijn moeder had een camera, maar mijn vader had ook een camera. En die ben ik ook gaan opzoeken. Ik zal hem er even bij pakken. Dat is dit beest. Het is ook een spiegelreflexcamera, maar echt wel een grotere en een modernere dan mijn moeder had. Niet meer helemaal analoog, dus gedeeltelijk een beetje computergestuurd. Werkt op batterijen en volgens mij had ik deze al eerder in mijn handen gehad en gedacht van nou, er zit niks in omdat dit display gewoon dood was, zeg maar. Je zag niks. Maar als ik heel goed keek, dan heb je hier een heel klein kijkvenstertje. Echt met mijn brilletje. En dan denk ik, verrek, hier zit ook een filmpje in. Dus ik heb een batterij eruit gehaald. Dat is zo'n soort raar, fotobatterij. Toen ben ik naar mijn man gegaan. En ik zei tegen hem, hier zit ook een filmpje in. Hij had nog een oude batterij liggen. Die was eigenlijk ook zo goed als leeg, maar die hebben we er snel in gedaan. En toen kon ik zien dat hij op 24 stond. Dus mijn hart dacht al van, en toen ging deze batterij dood. Dus het was maar heel, ik kon geen verder, ja, voordat ik bedacht had wat ik kon doen, was die tweede batterij ook al dood. Dus ik heb een nieuwe batterij moeten bestellen. Die is binnengekomen. Maar in de tussentijd kan ik me wel herinneren dat dit een camera was die achteruit telde. Dus als je er een filmpje van 36 in stopte, dan begon die bij 36, maakte je een foto, stond er 35. Want zo kon je altijd precies zien hoeveel foto's je nog over had. Dus 24, ik dacht, ja, dat is niet
als er een rolletje van 24 in zit, dan is dat dus helemaal niks. Dan had je gewoon net een vers rolletje ingestopt ooit en daarna weggelegd. Ik weet het niet. Maar door dat kijkvenster, ik heb er op een gegeven moment met een zaklampje ingeschenen en twee brilletjes opgezet, kon ik zien dat het een filmpje was met 36 opnames. Dus, hier staan ook een aantal foto's op. Nou, aangezien dit de camera van mijn vader was, heb ik daar niet zulke hele hoge verwachtingen van. En dat bedoel ik niet negatief, want mijn vader kon echt wel foto's maken en dit is een goede camera. Maar meer in de zin dat hij daar niet zozeer zeg maar mensen of omgeving mee fotografeerde, maar meer zijn keramiek. En dat hebben we hier allemaal nog staan. Dus ik zit niet echt daarop te wachten. Maar ja, je weet nooit. Dus ik ga het batterijtje erin doen. En dan moet ik een aantal foto's gewoon gaan maken. Want dit is ook een camera die spoelt zichzelf automatisch terug als het rolletje vol is. Dus niet als hij half vol is. Dan blijft hij er, dan doet hij niks. Voor zover ik weet. Dus ik moet vandaag gewoon weer op een ouderwetse manier foto's gaan maken. En ik ga gewoon maar foto's maken van de hondjes en van het huis een beetje. En dan ga ik deze ook wegbrengen. Duurt het waarschijnlijk ook 2 weken voordat hij klaar is. Maar ik dacht echt van, hoe is het mogelijk, hè? Dan heb je al het geluk dat je 1 rolletje vindt. Geen garantie natuurlijk, maar wie weet. En dan heb je gewoon nog een tweede. Dus ja, spannend, spannend. Oké, dus dat ga ik vandaag nog doen. Verder, wat ik deze week vooral heb gedaan, is de computer omwisselen. Dat duurde iets langer. Had iets meer voeten in de aarde dan vooraf verwacht. Dus uiteindelijk hebben we dat pas later in de week kunnen doen, omdat mijn man mij daarmee hielp. En op zich is dat allemaal goed gekomen. Niet meteen, maar binnen een aantal dagen wel. Dat ik ook mail kon versturen en zulke soort dingen. En dat al mijn mailgegevens er nog waren. En dat we snapten hoe het beeldscherm werkte, dat we die iets minder fel konden zetten. Want het is opeens zo'n beeldscherm en er staat ook nog eens vrij dichtbij. Dus woef, je krijgt een hele bak licht in je gezicht. Maar ik ben voornamelijk ook, de vrije uurtjes die ik had, heb ik gebruikt om het computerprogramma, het nieuwe videobewerkingsprogramma, te leren kennen. Mijn lettertype is er niet meer. Je lettertype is er niet meer? Nee. Oh, zit die, waar is dat, is een ander programma. Ja. Ja. Dat is wel kak natuurlijk. Oeh, hoe kan ik hem nou verschuiven? Nee. Sommige stukken is hij toch echt wel heel anders. Ja, het is een heel ander programma natuurlijk. Of niet? Ja. Ja, dus we zullen zien hoe dat gaat. Dat is een werkje voor straks nog achter de computer. Nou ja, we merken het vanzelf. En jullie ook. De rest van de tijd zijn we best wel bezig geweest met het opruimen van het huis van de peettante van mijn man, die een paar maanden geleden is overleden. Wij, onder andere, wij zijn een van de mensen in het groepje die het huis gaat leeghalen. En we hebben de afgelopen, nou spreek ik over we, maar het is toch voornamelijk mijn man die dat doet. Maar voor het gemak zeg ik maar even we. hebben we nu de afgelopen periode vooral gehad dat we mensen
uit haar omgeving en familie, zeg maar, de kans hebben gegeven om door het huis te gaan en te kijken of er spullen staan die ze graag zouden willen hebben. Er zijn natuurlijk ook een paar dingen naar ons gekomen, zoals het secretaertje en de kast, maar ook andere. Oh, elke keer als ik in dat huis rondloop, kom ik weer met iets thuis. Het is eigenlijk hebben we het allemaal niet nodig, want dit huis, sowieso, het is een groot huis, maar we hebben ook best wel wat spullen, want ik heb best wel nog wat spullen van mijn ouders en van mijn grootouders. We hebben wat spullen van de vader van mijn man, want die is een hele poos geleden al een keer overleden. Nu spullen van de peettante erbij. Maar dat huis van die peettante is net een soort een mengeling tussen een antiek winkeltje en een kringloopwinkeltje. Overal staan spulletjes. En niet eens de slechtste spulletjes. We hebben echt prachtige weegschaaltjes, keukenspulletjes heb ik gehaald. Ik heb een hele hoop van haar kleding meegenomen. Daardoor zijn ook een hele hoop van mijn toekomstige breiprojecten die ik in mijn hoofd had meteen in één keer afgestreept. Want ik wou altijd zo graag nog een keer een lang vest maken. Nou, hoeft nou niet meer. Ik ga daar ook in mijn breipodcastje nog wel over vertellen. Binnenkort. Die komt er echt aan. En het is ook niet zo dat het breien gaat stoppen. Maar mijn focus over wat ik wil gaan breien is wel verlegd. Omdat ik opeens een heleboel dingen voorzien ben. En ik hoef niet van alles drie dingen te hebben, zeg maar. Dus, maar goed, kleding. Nu bijvoorbeeld. Hier, ik vond een doosje. Klein doosje. Maar daar zitten allemaal hele mooie oude kanten zakdoekjes in. Helemaal met mooi gekantkloste zijkantjes. En toen moest ik denken aan een pin die ik ooit had gezien op Pinterest. Was een foto van een vitrage die ze hadden gemaakt met allemaal van die mooie oude zakdoekjes tegen elkaar aangenaaid. Ziet er een beetje bohemian uit. Ik dacht, oh ja, daar heb ik zin in. Maar weet je, zo zit mijn hoofd vol met honderden projecten, leukere en mindere leukere, die ik zou kunnen of moeten gaan doen. Van één kant loop ik een beetje over. En deze periode, deze paar weken, sowieso, kijk hier bijvoorbeeld. Het is ook vandaag, moet ik nog een grote tas met kleding waar ik nog niet aan toe was gekomen doornemen. En bovenop ligt al een prachtig katoenen topje. Hij is wel, ik heb hem aangehad, hij past me perfect. Hij is wel wit, dus ik denk dat ik, katoen kun je niet zo super makkelijk verven, geloof ik, hè? Of het kan, nou ja, moet ik even opzoeken. Ik heb zelf nooit zoveel katoen gehad, maar van één kant toen ik dit zag, dacht ik, ja, dat is op een perfecte tijd in mijn leven binnengekomen. Want er is iets anders aan de hand. Al een poosje, maar wel onmiskenbaar aanwezig. En dat is de overgang. Mensen, ik ben gepakt door de overgang. Ik had er vanaf december vorig jaar al last van. Toen begon het allemaal met opvliegers en nachtzweten. En dat was precies in de maand waarbij ik voor het eerst sinds jaren even een langere periode vrij gepland had. Dus ik had mijn cursussen daar. Ik had minimaal cursussen. Ik had echt voor het eerst sinds een hele lange tijd na het overlijden van mijn ouders en de corona en gedoe op mijn werk en de verhuizing en alle notaris nalatenschap regelen dingen. Eén lange denderende trein met allemaal verantwoordelijkheden en stress had ik in december even een periode waarbij ik niks hoefde en kon bijkomen. En toen, woef, kwam de overgang binnenstormen. Dat werd weer een beetje onderdrukt toen ik weer aan het werk ging. En nou ja, mijn laatste maanden op mijn werk zijn ook wel best wel, indrukwekkend op zijn minst. Maar best wel stressvol geweest. Maar daardoor had ik, denk ik, door al die stress iets minder last van de overgang. Totdat ik een paar weken geleden weer het iets rustiger kreeg. En nou komt het weer terug.
Dus ik heb opvliegers en nachtzweten en ja, het gevoel dat ik uit balans ben. Nou, dat gevoel heb ik al een hele tijd. En dat is natuurlijk ook door al die externe dingen die aan de hand waren. En al die grote veranderingen in mijn leven. Maar ik kreeg maar niet het gevoel dat ik mezelf weer op de rails kreeg. En toen die opvliegers weer terugkwamen, dacht ik, ja, het is waarschijnlijk allemaal gerelateerd aan de overgang ook. Dus ik ben naar de huisarts gegaan. Ik heb me heel erg ingelezen. Ik heb al eerder het boek laten zien van Louise Newson. Wat gaat over de overgang. Je hebt ook bijvoorbeeld Sarah Gottfried, die op YouTube een heleboel podcasts en interviews geeft over wat je zou kunnen doen als je in de overgang komt. Of in die perifase zit daarvoor. Die vaak al, nou ja, 10 jaar voor je 50ste ongeveer dat je hormonen uit balans gaan. Ik heb ervoor gekozen om hormoontherapie te beginnen. Dus ik spuit nou oestrogeen op mijn arm iedere avond. En ik slik progesteronpilletjes. En dat doe ik nou bijna 3 weken. En ik begin nu een beetje te voelen dat klachten beginnen af te nemen. Maar dit vestje... Het grappige hieraan vond ik dat, deed me heel erg aan mijn moeder denken. Want die droeg op een gegeven moment ook alleen maar van die open kanten katoenen topjes. Omdat ze het de hele tijd zo warm had. Dus ik dacht, ja, volgens mij is dit een teken van mijn moeder. Van Chantal, ga er nou maar aan geloven. Je zit gewoon in een andere periode in je leven. Natuurlijk, overgang... is ook op meerdere manieren in mijn leven nu. Hè? De overgang van werken naar niet werken. Zoeken naar ander werk. De overgang van huis. Van het ene huis naar dit huis. En van ouders hebben naar opeens geen ouders meer hebben. Op hele verschillende vlakken zit ik in een enorme overgang. En mijn lijf doet gewoon lekker mee. Maar nu iets minder dankzij de medicijnen. Of dankzij de hormonen. De bio-identieke externe hormoon. Ik ga daar denk ik een volgende keer wel iets meer over vertellen. Want ik heb geen idee hoe lang dit filmpje nu duurt. En voordat het te warm gaat worden, ga ik boven achter de computer zitten. En dan zie ik jullie heel graag de volgende keer weer. Zie je dan. Tot ziens. Weer een flits, hè? Oh! Hij staat op 26. Dan telt hij wel. Telt hij wel vooruit. Er staan er meer foto's op dan ik dacht.